partner van TVA Sport Arena is Hekkert Autogroep. Ja, welkom terug aan de Sportarena tafel waar inmiddels is aangeschoven spits van Fortuna Sittard, Danny Schreurs. Ja. En hier achter mij zitten ze nog steeds, de lopersgroep Arse Lomvelde. Ja. Ze zijn nog wakker. Danny, ik begin met jou te feliciteren. Van harte gefeliciteerd, want je bent vader geworden. Wat is het, 3 maanden geleden? 2, 3 maanden geleden? Ja, nu 3,5 maand. Zoontje, Sen? Zoontje, ja. Alles goed? Ja, perfect. Genoeg slaap? Ja, soms is het wel zwaar, maar ik slaap wel goed nog. Wat is het mooiste? Namelijk, het is je eerste, hè? Ja. Wat is het mooiste? Ja, als hij begint te lachen. Ja? Dat is gewoon top. En heb je nu ook al te brabbelen. Dat is helemaal mooi. Ja, schitterend. Ja. Daarbij heb je volgens mij rond diezelfde periode ook je rijbewijs gehaald. Dus nogmaals, proficiat, ondanks dat was hij vandaag te laat, kijkers. Maar het is een vergeven, hier geen boetes. Zeg maar. Hey Danny, ik heb Gert even bijgepraat over Danny Schreurs, maar ik ben eruit. Oh, en? Je moet weg bij Fortuna, vind ik. Ja, zo. Zal ik je uitleggen waarom? Nee. Ja, je gaat weg bij Zwolle. En die promoveren. Zo. Je gaat weg bij Willem II in de winterstop. En die staan op het punt voor promoveren. Ja. Dus ik denk, van als hij nou weg gaat bij Fortuna, komt het helemaal goed. Ja, ik denk het ook wel, ja. Misschien is dat ook wel een goed idee, ja. Nee, alle gekken door een stokje. Wij zijn natuurlijk hartstikke benieuwd hoe het zit. Je hebt een fantastische tweede seizoen zelf bij Fortuna gehad. Veel gescoord. Ja. Veel spelaandeel gehad. Iedereen die Fortuna een warm hart toedraagt, hoopt dat jij blijft. Kun jij daar al wat over zeggen? Nee, ja, nog niet. Ik heb nog altijd een contract bij Willem II. Ja. En afwachten wat gaat komen of wat gaat er gebeuren. Nee. Maar hoe werkt dat zoiets? Je bent op leenbasis dan daar? Of? Ja, ik ben gehuurd voor een half jaar. Oh zo? Ja. Dus. En dan heeft Willem II jouw rechten, dan moet je daar, als zij zegt van ze wil jou terug hebben, dan moet je ook weer gaan. Zoiets. In principe werkt het zo. Ja, okay. Maar je bent niet voor niks in de winterstop weggegaan. Want volgens mij klikt het totaal niet daar. Nee, ja. Ik denk het ook niet. Op het begin vond ik dat het wel goed zat. En het liep ook goed. Maar opeens klikte het niet meer. En toen, Tussen wie? Tussen jou en de trainer? Tussen jou en medespelers? Of, Nee, ja. Gewoon, ja, ik denk de trainer wel, ja. Ja, daar klikt het. Daar zit ook zo'n kale. Ja. Ja. Echt? Dat lijkt wel een beetje op jou. Is een lookalike van jou, Gert? Hoe heet hij ook alweer? Streppel. Jurgen Streppel, uiteraard. Ik vroeg ook nog wel eens mee aan de stok gehad, maar dat scheelt terzijde. Maar zoiets nou niet klikt, weet je wel, zoals daar, dan zit je... Waar je nu speelt, gewoon goed, dan kun je het toch ook zelf zeggen. Ik ga daar nooit meer terug. Hij is een kind van Fortuna. Hij is Maastricht geboren, MVV, jeugdopleiding gedaan. Door Fortuna opgepikt, daar groot geworden als profvoetballer. Ja, hij daar nou zo goed speelt, dan blijf lekker daar zitten. En ga daar nooit meer terug naar Tilburg. Want, Heeft dat jouw voorkeur, Dan? Sorry? Heeft dat jouw voorkeur, bij Fortuna blijven? Ik wil zo hoog mogelijk kunnen voetballen. Dat is, dat is niet waar. Dan had je vorig jaar voor VVV gekozen en niet voor Willem II. Dat is waar, ja. Maar ik dacht dat zij voor de degradatie gingen. Dacht ik. En, VVV? En, dat is ook zo, maar... Ja, dus... God, ik hoop dat het niet zo ver komt. Daar ga ik vanuit. Nee, ja, daarom juist. En ik wou proberen met Willem II te promoveren. Dat kan nog steeds, Willem II. Daarom. En misschien volgend jaar toch nog Eredivisie. Die relatie met die trainer die is verstoord met Jurgen Streppel. Waar ligt dat aan? Ligt dat... Wat ben jij voor een type speler? Heb jij een schouderklopje nodig? Want ik bedoel, iedereen is anders. Hoe moeten ze met jou omgaan? Ja, ik denk niet dat mensen op mij moeten gaan schelden. Zo. Dan ga ik ook een beetje gekke dingen doen met de bal. Of dan ben ik niet meer geconcentreerd of iets. Dan raak je eigenlijk van uit balans? Niet altijd, maar ze moeten niet steeds blijven gaan. Dus, in Zwolle, ik bedoel, dat is toch ook niet de eerste, de beste club. Ben je volgens mij... En ik zie dat van hieruit, van veraf, mooi opgevangen. Je speelde daar heel veel. Je had echt, je was een goede waarde voor FC Zwolle. Ben je daar dan ook van, goed opgevangen, arm om je schouder? Ja, altijd. En
het was een goed team samen. Het was ook gewoon een echte eenheid, zeg maar. Ja. En ja, en er werd ook bijna nooit gescholden of zo. Of er werden altijd positieve coaches. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En bij Fortuna is dat hetzelfde geweest. Ja, iedereen sowieso, hartstikke blij. Danny Scheurs is back in town. Ja, ja. Ja, sowieso. Dat was... Voelde dat ook als thuiskomen? Ja, sowieso wel, ja. Het was echt leuk om weer daar te hebben gespeeld. Dus echt een mooi half jaar. Dus vond echt top. Ja, je zegt nou, ik wil het hoogst haalbare voetballen. Dat kan Willem II zijn in de Eredivisie dus. Ik heb het gevoel, maar dat is een gevoel, dat het dan moeten is. Ik, volgens mij heb je nog meer ijzers in het vuur. Dat er meer clubs zijn. Nee, ja. Niet dat ik, niet dat ik weet. Maar alles kan er gebeuren, denk ik. Dus, hoe werkt zoiets? Gaat dat met een zaakwaarnemer? Of, of doe je dat zelf? Een zaakwaarnemer? Nee, ik ga niet zelf met iedereen bellen of iets. Nee, maar je zou ook beraad kunnen worden. Dat mag komen, ja. Nee, maar goed, maar je kunt natuurlijk ook wel anders voorstellen. Ja. Dat iemand... kijk, als ik ploegleider ben van de wielerploeg, dan ga ik zelf renners bellen. Mm, ja, oké, tuurlijk. Ja. Maar zo werkt dat bij ons niet eigenlijk. Nee. Of het gaat via de club. Tot ze de club bellen of de zaak aannemen. Mm-hmm. Hey, dan heel even naar de tweede seizoenshelft van Fortuna Sittard. Magnifiek wat daar gebeurt. Ik bedoel, met jouw komst en Rome van Zanen. Oesta die er achterin bij komt, is Fortuna in de winterstop aardig versterkt. Tini Ruijs neemt het daarover. En dan gaat er na een paar moeizame eerste wedstrijden naar de winterstop... Dan gaat er wat leven volgens mij in dat team. Ja, dat was gewoon een erg goede sfeer. Ik denk de trainer is ook gewoon echt top naar elke speler. Ook en wat bedoel je met top? Vol aandacht voor iedereen? Ja, voor iedereen aandacht hebben. Ja, ook. Ja. En hij praat gewoon echt met je ook gewoon na een training. Als je wat goed voor doet, dan zegt hij dat ook gelijk. Ja, en ik denk wel dat belangrijk is voor spelers. En dat heeft ons ook echt geholpen, denk ik. Hm. En dan komen jullie op een gegeven moment twee wedstrijden voor het einde. Staan jullie van onderuit in één keer op een play-off plaats? Op de achtste plek, volgens mij. Op de achtste plek. Ja. En hoeveel pijn doet het dan als je het dan uiteindelijk net niet haalt? Terwijl je een fantastisch seizoen draait. Dat was de 91ste minuut, volgens mij, kregen we de 1-1. Ja, dat deed wel pijn. In blessuretijd. Ja, dat doet zeer. Ja, dat kan me wel voorstellen. Laatste wedstrijd was dat. Ja. 1-1. Wow, dat was wel echt zuur. Hoe ziet zo'n kleedlokaal er na afloop dan uit? En wat doet de trainer dan? Gewoon echt stil, ja. Het was gewoon zo'n geluksdoelpunt. Dus daar kan je niks aan doen. En de trainer vond het gewoon toch echt gevochten hadden. Ja, meer kan je ook niet doen, denk ik. Ja. Dus die deed het nog weer positief benaderen ook? Ja, ook, ja. Dat wel. Maar ik denk ook, ik denk de eerste helft van ons tegen Go Ahead, dat de beste wedstrijd was van het hele seizoen. Ja, concurrent voor die play-offs. Ja. Ja. Voor de 1-0 hadden we zelfs al 2-3-0 moeten maken. Ik had geen kans gehad. We maken een blessure tijdens een lucky. Ja, zo. Ja, dat was echt niet normaal. Maar hey Danny, hoe heb je er tegenaan gekeken wat na het seizoen eigenlijk bij Fortuna gebeurt? Ik bedoel, ik geloof één dag na de laatste wedstrijd geeft Tini Ruijs aan van... het is hier een zootje wat mijn verantwoordelijkheden betreft. En zo kan ik hier niet werken. Ik stop ermee. De andere voetbalman binnen de club, binnen de jeugd, Fred van Barneveld, meldt zich ziek. Ja. Hoe praten jullie daar in de groep over? Ja, iedereen vindt het echt jammer. Ja, wat ik al zei, de trainers, echt gewoon een... ik denk echt een supergoeie trainer voor Fortuna. En iedereen vindt het ook echt jammer dat hij dan weggaat. Ja. Ja, weet je wat ik nu begrijp? Die voetballerijen zijn bij Groningen ook. Die Juistra, die woont dan in het noorden, maar alle klanten die staan er vol van. Moet weg, hè? Ja, maar waarvoor moet zo'n trainer, dan deze weg? Deze ging uit zichzelf. Ja, deze ging uit zichzelf. Maar goed, maar hij heeft wel een goede band met die spelers. Dus ja. En dat is wel waar het wel om gaat. Dat is Danny toch ook, weet je wel? Hij is daarin gestapt, omdat een echte Fortuna-trainer is. Echte Fortuna-man vanuit het verleden, heeft ook in de salarissfeer gezegd van... jullie hoeven mij, dat komt wel goed. Dat kan voor veel minder als die trainers die ervoor... Ja, maar dan moet die bobo's die daarboven zitten, die moeten toch voor zo'n trainer daar toch opkomen? Die zien toch dat goed werkt met die spelers? Ze zijn met een investeerder bezig uit België. En die investeerder die heeft bepaalde eisen. Die wil heel veel geld in die club. En die club heeft het ook nog steeds financieel niet makkelijk, laat ik het zo verwoorden. Dan werd een directeur neergezet en die ging bepaalde... En dat is zoals ik het geworden. Die haalde bepaalde bevoegdheden naar zich toe.
En die kruiste met die bevoegdheden van de trainer. Die kruiste met de bevoegdheden van het hoofdopleidingen Fred van Barneveld. Ja, maar dan denk je, maar flikker toch op. Dat gaat toch niet werken? Die trainer die is dan toch de baas over die spelers. En dat is toch waar die club waar het om moet gaan, of niet? En die directeur die moet gewoon zorgen dat die trainer tevreden is. Dus die moet zijn eigen... Bij de club zeggen ze, zonder geld is er ook geen club dadelijk. Dus we moeten eerst cent hebben voor de... Ja, maar goed, maar dat gaat wel lekker worden. Dus als ik heel veel zin heb en ik ga naar een voetbalclub, dan kan ik ook daar de baas spelen. Zo werkt dat dan. Dan zeg ik gewoon, je trainen, dus ik graag me een beetje naar mij lusten, want ik heb hier geïnvesteerd. Chelsea, Real Madrid. Ja, maar toch vind ik wel... Dat is het toch op vandaag? Ja, maar het staat me wel in de bos. Manchester City, het kampioenschap gekocht. Nee, maar als ik zo jong hoor praten, dan denk ik van ja, ik ga een trainer en dat gaat allemaal goed. En door geld gaat die trainer dan weg. Ja. Dat snap ik niet. Ja. Hebben jullie als groep nog geprobeerd daar iets aan te veranderen? Of hebben jullie gezegd, ja, het is einde seizoen, wat kunnen wij eraan doen? Ja, ik denk dat er wel iets is geprobeerd. Maar niet door ons allemaal. We hadden eerst allemaal naar de trainersverjaardag gaan. We hebben dan toch nog proberen over te halen. Maar het ging niet door. Zou het niet zijn dat ze al lang een nieuwe trainer klaar hebben staan? Dat in die deal met die investeerder niet alleen die directeur zit, maar ook die trainer? Zou kunnen, maar daar weet ik niks van. Dus... Ja, het rare is, Fortuna hult zich in zwijgen nu. En om die deal met die investeerder niet te verkloten. Dus het blijft gissen en dan krijg je dit soort dingen. En dus we zullen het inderdaad straks allemaal weten. We zullen na de zomer ook weten waar jij speelt, Danny. Waar hoop je, als je nou zelf mocht kiezen, een beetje naar je eigen, naar je eigen kwaliteit te kijken. Nou, reëel. Hij wil wat zou een mooi ploegje voor je zijn? Mooi ploegje, zo. Ja, sowieso Eredivisie. Dat lijkt me wel haalbaar, denk ik. Daar heb je nou de leeftijd voor. En dat moet ja, daarom. Plus, je hebt in een vertegenwoordigend elftal gespeeld. Ja, is ook zo. Ja, want hoeveel heb je er toen... Je hebt er ongelooflijk, want toen stond je dus iedere dag in de krant. Hoeveel heb je er toen gemaakt? Hele toernooi. Ja, bij wie? Waar? Ja, dat was bij het Nederlands elftal, van school elftallen waren. Oké. En volgens mij iets van alles met alles, 32 of zo. Op dat toernooi? Ja, dat was wat bizar. Was 32? Ja. Ja. Ja, toen werden er ook een paar clubs wakker hier. Die zeggen, hey, die gast die speelt daar bij Fortuna. Of was het toen? Toen Frans je er gelijk bij gehad. Frans Keurver heeft je toen gelijk bij de selectie gehad. Ja, toen was ik er gelijk bij, ja. Ja, een soort vaderfiguur voor jou geweest, Kul? Ja, zeker wel, ja. Hele goede man. Echt. En altijd lachen met Frans, ja. Super. Altijd, ja. Daar kan je zeker mee lachen, ja. Ja, dus dat is eigenlijk het begin geweest van jouw carrière. Ja, hij heeft me daar echt bij gehaald, dus en daar was ik hem ook dankbaar voor in ieder geval. Ja, mooi. Dat is echt mooi. Maar welk clubje? Want dan ben ik wel benieuwd. Ja, en ik ook. Ja, even denken. Kom op, man! Hey, weet je wel waar je graag wil spelen. Ja, graag. En dan zeg je maar tegen je zaakwaarnemer dat hij goed je best voor jou moet doen. En dat hij dat maar in orde brengt. Ja, ik denk Utrecht is wel een leuke club. Ik noteer FC Utrecht. NAC lijkt me leuk. NAC? Ja. Ik merk, je bent op zoek naar sfeerclub. Want dat zijn echte clubs, zeg ik altijd. Ja, die had ik vroeger eigenlijk ook op mijn lijstje staan. Dat is er nooit van gekomen. Dat is, dat is waar, sfeerclubs. Ja, en ook denk ik, VVV is ook echt een leuke club, denk ik. Ik schrijf hem er heel voorzichtig bij. Ik weet dat ze een goede spitsentrainer volgend seizoen hebben. Danny, ik wens je in ieder geval heel veel succes. Welke club het ook wordt. Stiekem hoop ik toch nog ook een klein beetje dat Fortuna kan worden. Want die zitten in de lift en dat moet gewoon doorgaan. Voordat we afscheiden, even, wie wordt Europees kampioen? Nederland. Gertje, sluiten we ons daarbij aan? Ja, jij altijd als super positieve ding. Ja, nee, dat sluit mij ook helemaal bij aan. Maar dan lees ik heb geen verstand van voetbal, maar dan lees ik weer allemaal die verhalen over de opstelling. En die kan niet met die en die kan dan weer niet met die. We hebben twee topscorers, hè, weet je wel, Huntelaar en Van Persie. En dan schijnt dat we weer moeilijk met elkaar speelden. Dus ik denk, maar leg mij dat eens uit. Wat is daar dan allemaal zo moeilijk in? Moeten ze gewoon, schop die mannen erin, die trappen die ballen er toch in. Die trappen die ballen erin bij de beste elftallen van de wereld. Ja. Dat doen ze dat toch ook in het Nederlands elftal? Dus dan moeten die tweede toch in. Klaar, die jas en die band erin. Ik ben het niet helemaal. Als je jaren achter elkaar succesvol speelt in een bepaald systeem, dan moet je niet nu
Omdat er twee die dan... dan moet je het systeem namelijk gaan veranderen als ze allebei spelen. Dat moet je nu niet doen, net voor een EK. Ja, maar goed, maar we hebben er ook spelers bij. Je traint bij. Toch niet jaren voor iets om het dan... op het moment dat je naar de EK gaat, om het dan om te gooien? Nee, maar ja, we hebben voetballers gehad die gewoon bij de club niet aan bod kwamen. Omdat ze geblesseerd zijn, of weet ik veel niet wat aan. Pien aan de kont en die worden dan niet gespeeld. Maar die zijn dan met zo'n EK in topvorm. Dat kan dan niet. Of als je bij je club zeg maar heel lang op de bank zit en niet speelt. Hoe ga je het EK dan voetballen? Wat zit dat dan zo anders in elkaar dan met wielrennen? Kijk, weet je wel... Als nee, vrouw... maar daar hebben ze nou die voorbereiding voor. Om dat goede gevoel te krijgen. Om in dat lekkere ritme, om dat vertrouwen te krijgen. Want we hebben natuurlijk, als je de achterste helft van het team pakt... dat is natuurlijk geen Europese top. Alleen het voorste helft van ons Nederlands team is Europese top. Nee, maar dat gaat wel om... Of niet, Danny? Ja, maar dan gaat het toch om. Dat heb jij ook. Jij trapt ook de bal erin. Weet je wat? Kan mij de schil wat ze daarachter doen. Ze moet maar zorgen dat ze de bal dan met iedere keer naar voren geven. En die bal erin jassen, toch? Dat gaat toch om. Ja. Ik denk dat we jou... We hebben een hele sportzomer bij TV Limburg. Ook tijdens het EK. Ik nodig jou tijdens het EK. Wil ik hier terug gaan we echt over tactiek praten. Nou, dat is goed. Ja, bel ik wel even met Johan Derksen dan. Of met Genee. Bel met die snor even van tevoren. Ja, dan komt dat alles goed. Doei. Succes ook, maar dat is nog dan nadat je bij ons bent geweest, bij die Tour du Jour. Ja. Dat gaat nou... Waar moeten ze kijken voor die filmpjes? Ja, voor die filmpjes gewoon op de site van Tour de Jour. Nee, rtlsportzomer.nl, staan ze al op. Oh, dus, staan ze daar allemaal op. Gertje Jacobs die het weer presenteert, fantastisch. Danny Scheurs, hartstikke bedankt. Ja, hartstikke bedankt. Hoe gaat het met pootje? Ja, goed jongen. Helemaal goed. Geen laatste. Geen laatste. Nou, ik bedank ook de heren van de Ronde van Limburg, Ruud Verhagen en Jean Hoebe. En uiteraard nog steeds op de achtergrond de club van de week, de lopersgroep Arcelon Velde. Bedankt voor het kijken. En ik verwijs nu al naar de volgende uitzending van Sport Arena. Dat is een hele bijzondere. De volgende week hier in de Sportarena, de Miss MVV-verkiezing. Ik verheug me er al op. Prettig weekend. Hoi! Partner van TVA Sportarena is Hekkert Autogroep.